Yo guys, let's hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag, ja, een vierde aflevering van Minecraft. En zoals je ziet is er toch wel wat veranderd. Zoals ik nu mijn facecam opneem met de camera. En ik heb een nieuwe headset. Dus er is wel wat verandering. Ik heb investments gedaan. Dit is de eerste keer dat ik dit als facecam ga doen met een andere positie van de facecam. Want ik krijg het niet op mijn scherm. Maar als je het nice vindt dus, laat het achter. Deze video. Yes! Is er al wat veranderd aan de midden freaking Black Pearl. Ik heb ook iets heel cool. Ik heb een trident. Ik heb een trident en hier heb ik een vrij nice enchantment opgezet. Yay! Dat is zo fucking graaf. Dus wat eigenlijk het ding is. Er staat Riptide 3 op. En het concept daarachter is dat als je ermee gooit, dat je meegaat. En dat gaat alleen maar in water of in regen. Dus als ik zo doe, voilà, dan gaat dat. Maar als ik het zo, dan gaat het niet. Wat ik eerst ga doen, is laten zien wat er is veranderd aan het eiland. Ik heb hier allemaal beetroot geplant. Ik weet ook niet waarom. Nou, daarom natuurlijk onze farm. Pretty nice. Ik weet niet of ik dit al heb laten zien. De koeienfarm, de schaapfarmen. Want het is al even geleden dat ik heb opgenomen. Mijn netherwart farm. Die ga ik trouwens even harvesten. Met die netherwart was ik nog van plan een build te doen in de nether. Dus wat ik daarmee ga doen, daar ben ik ook wel iets legit cool van plan. Maar ik wil eerst mijn eiland af hebben, de Black Pearl. Dus wat er specifiek is gebeurd in het schip, ik heb dat daar van voor gemaakt. Ik zal even naartoe gaan. Als ik er geraak. Ja, perfect. Dus ik heb het zo gedaan. Nu, dit gaat nog aangepast worden. Maar het is wel de nice flex nog wel. Het lijkt nu eerder op een troon dan de achterkant van het schip. En dat is niet de bedoeling. Dan de zeilen. Dat was tyfus veel werk. En dat was echt verschrikkelijk in survival. Maar het is wel redelijk goed gelukt. Ik moet daar wel inderdaad hier nog even vasthangen aan beneden. Ja, ik snap wat ik bedoel. Het ziet er wel nice uit, de zeil. Ik vind het goed gelukt. Langs de voorkant ziet het er iets minder uit, vind ik persoonlijk. Maar hier komt er nog een mast, daarachter komt er nog een mast, dus ja, het komt redelijk wel nog wat. Laat ik eventjes gaan, ja, daar is ook nog wel wat. Maar goed, eventjes over naar de watertempel. Ik ben hier een glazen muur aan het zetten. Waarom? Omdat ik die watertempel droog wil leggen. Ja, het is een fucking stoem idee, I know. Dus dan gaat het er helemaal rond gaan en dan ga ik met gravel, met zand. Wow, zand! Mijn zand ga je dan gewoon helemaal leeghalen en dat gaat fucking lid zijn. Veel mensen op de server zeiden tegen mij, maar dude, dat gaat er toch niet nice uitzien naast een fucking schip. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat is niet alles. Ik heb nog iets extra gedaan. En sommige mensen gaan zijn van, what the frick. Boom. Heel de tempel is leeg. Hele motherfucking tempel is leeg. En voor de mensen die denken dat ik heb gecheat. Oeh. Jijkers. Man. Goed. Wat ik hier ga doen is waarschijnlijk een Guardian Farm bouwen voor veel XP. En Prismarine Blocks. Want ik ben ook nog van plan om in de toekomst een redelijk speciale build te doen met Prismarine Blocks. En ik hoor echt heel veel mensen denken van wat de frick is dit. Nu, kaas. Dus kaasje. Waar ik de CSGO video mee heb gedaan, heeft ook overlaatst Minecraft gekocht. En ik hoor heel veel mensen denken van, ja, dude, deze server was toch alleen maar voor YouTubers? Klopt, maar het was gewoon van, hij heeft het Minecraft gekocht, hij kent het totaal niet, hij wou het met iemand spelen. Dus ik zei, ja, kom maar op de server. Holy shit. Als ik hier nog zo twee zeilen, zo precies zo een beetje out of scale. Ik weet niet, we zien wel. Hier is mijn villager fort. Hier is een kat, die is denk ik gewoon in die boot gekropen. Dat is dus een villager. Die hebben allemaal hun eigen traits. Ik denk dat Simon hier een batsy-batsy-kamer heeft gedaan. Voor de villagers. Pretty nice. Oh, maar die zeilen zijn vanaf hier wel echt wel episch. Holy shit. Ja, dat ziet er echt wel legit fucking nice uit. Dit is trouwens de slaapkamer. Deze chest, dat zijn kaas en spullen. Ik had hem per ongeluk gedoopt. Ik was van plan om vandaag een zeil te bouwen. Of toch een mast. Maar voor ik dat ging doen, heb ik ook nog met de boys een widder gereed. Al ja, twee widders eigenlijk. Het is al even geleden, maar ik heb de opname nog. En de opname was echt wel fucking grappig. Allee, ik vond het echt leuk persoonlijk.
Dus ik heb er iets leuk uitgeknipt. Het is nog met de oude facecam. Het is geen goede kwaliteit van camera. Maar ja, hey. Leuk toch? Het is ook met de oude headset. Dus ja, veel plezier in het Twitter-gevecht. Hallo mensen van Aronski en welkom bij de raid van Fakka! Oké, mensen, we zijn bij Jarne zijn huis en Jarne heeft een widder in zijn mind. Een widder? Ik zie geen widder, ik zie alleen maar een Fakka. We gaan niet doodmaken zonder hem. Ja. Oké, boys, dit is ontmantelingsteam. Oké, wacht, ik ga de toortjes plaatsen. Au! Kijk wie er gejoined is. Who the fuck? Er zijn hier diamonds! Oh, die zit boven mijn kop. Ah, ik ga weg weer. Dit is zo'n slecht idee. Oh shit. Oh shit. Iemand er is in de regio voor mij. Ik kan melk This halen. No bueno. This is no bueno. Zijn jullie opgegeven of? Nee, ik zit hier nog. Nee, wacht, ben ik de enige hier nog? Nee, ik probeer mijn stuk nog te redden. Wacht. Ah. Die is op mij aan het hier te worden reden. Oh my god. Weer weg. Oké, hij is bijna de aan, hoor. Ja, hij is dood. Okay. Ik heb het einde nog. Oude hartje. Holy shit, die was echt op de king aan het doen. Die was wat wraak nemen voor de Guardians. Okay. Haha, bitch. Jongens. Rip Fakka, boys. Er staat overal Fakka. Maar misschien even de shit van die Netherstar. Ah, Suira heeft hem. Oké, waar gaan we de Netherstar? Midden in de sociale woning. Nee. Jawel. Nee, in Jarinville. Ja, maar, okay. Ik sta al show met mijn... Dat is wel mijn video. Ja, maar ik heb hem gevonden. Fijne skeeters, toch? Nu kan Jarne weer veilig zijn mind ben. Ja, wat er van over is. Oh, zo cute. Met zijn skin. Dat is een beertje. Dat is Chewbacca, gast. Ja. Allee, zo jonger. Het is al gedaan. Wat gaan we nu nog doen? Kan je er nog eentje doen? Oké, ready? Oh, wacht, ik had dat. Okay. Is Jarne er of niet? Ah, ik zoek nog. No power! Ongetiefes. Serieus vet, ik wist niet dat er een knal bij kwam kijken. Oh, easy. En zo knol! Knol power, boom! Oh my god! I ain't scared of you. Absoluut, die is fucking weak. Enzo Knol sukt. Kom dan, Enzo Knol. Dikke vette. Dat was fucking easy. Nice. Goed gedaan, jongens. Wie is de stuff heb ik opgeraapt? Ah, dat van Jarne. Jarne. Ja, geef dat terug. Wat dacht je, dat ik het ging meenemen naar huis? Nee, maar jij... Ja, het is niet tegen dat jij dat zou doen, dat iedereen dat doet. Oké, ik ben terug en ik zie dat... Iemand hier iets heeft achtergelaten voor mij. Suira heeft iets achtergelaten. Oh, 3 diamonds. Hoe lief. Hij had het niet moeten doen. No! Oh, nee. Sorry, Blackie. Oké, ik haat u wel, maar... Wacht. Terug op je plaats. Besef, Blackie heeft daar gewoon gefucking tanked. Oké, ja. Voor 1 episode ga je mij mogen volgen. Goed. Sorry, Blackie. Ah, goed. Ik ga wel nog eerst deze boom omhakken. Goed, dat moet Mazi wel genoeg hout zijn. Nu hebben we ook nog fences nodig. Oh, ik wil echt dat dat schip af is. Oké, Blackie, ik raad aan. Besef hoe blij dat Blackie is, omdat hij voor 1 keer in zijn leven niet de hele dag moet zitten. Ook al dat ik denk dat hier, als het hier staat, dat het juist nog iets beter zou zijn. Dus ik ga het even weghalen. Dat maakt niet uit. En ik ben de freaking ladders vergeten. Nice. Ik zat naar de webcam te kijken. Ja, ik ga het toch hier plaatsen. In de Black Pearl staat het hier. Maar dan is... Ja. Ja, nee. Ja, oké. Ik ga het gewoon hierin. En ik wil dat er vanaf hier ongeveer 3 blokjes tussen zitten. Dus 1. Dus als je, zeg maar, hier een paar blokjes omhoog gaat... Zo, en welk eindniveau is het? Vanaf 76, oké. En dan mag het zeil beginnen. Ah, maar wacht, het zijn 2 zeilen, soort van. Het is echt heel verwarrend. Ik laat nu de foto zien waar ik naar aan het kijken ben. Het is echt heel verwarrend. Het komt erop neer dat ik
een zeil gaan bouwen dat eigenlijk vrij klein is. Oké, dus dan eigenlijk wel handig. Yes. Het moet ongeveer op dezelfde hoogte als dat beginnen. Dus, Blackie, ik zou aanraden om beneden te blijven. Want was trouwens de video waar ik nu aan het bouwen ben. Er was iemand en die vroeg zich af. Voilà, iemand zei gewoon eens een keer tegen mij. Waarom record je dan niet als je aan het bouwen bent? Ik zei van, oké, pretty nice. Ik zal gewoon eens recorden, I guess. Ik kan nog even een boom om neerpukkelen. Goed, het wordt dus een vrij klein zeiltje. Het gaat vanaf hier beginnen. Ah ja, beginnen. Ik ga denk ik zelfs maar 10 breed maken. No, God! Blackie. Get the fuck down. Get the freak down. Blackie, kom naar beneden, ik zweer het u. Ik haat u, maar toch wil ik u niet kwijt. Je bent er al die tijd al geweest. Straks hou ik nog van u, want je bent echt wel fucking cute eigenlijk. 2, 3, 4. Oké, ja, blijf dan maar hier. Blijf wel gewoon zitten. Oh mijn god. Mijn kat zou het nooit doen. Als ik een kat zou hebben, hè? Fucking Blackie. Oké. Ah, maar ja, ik ga extra ladders nodig. Wacht, misschien als ik naar daar ga trouwens, dan komt hij gewoon even terug mee. En dan gaat hij stoppen mij daarboven te zijn. Ik weet dat dit niet de meest interessante video is. I'm sorry. Nu, ik heb even zitten nadenken. En ik zat te denken om het 13 blokjes hoog te maken. We zijn weer hier hoog in de wolken. Dus dat doen we eventjes dit. Langs de andere kant ook even. Ik heb hier zitten denken dat het nog enorm lang gaat duren. En ik heb een fout gemaakt. Ik ga dat offscreen fixen. En tegen de volgende video is dat zeil gemaakt. Dus vond je het weer leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder in Minecraft Survival. En ik zeg ciao. Knol power!